De governor van de centrale bank, Maurus Roemer, heeft vandaag gesprekken gevoerd met verschillende actoren binnen de financiële sector om te komen tot een oplossing voor wat betreft het probleem van de koersontwikkeling. Na deze gesprekken heeft hij een persconferentie belegd waarbij journalisten de kans hebben gehad om vragen te stellen over de resultaten. Ik zal terugblikken, u hebt het over stagnatie. Ik zal terugblikken vanaf de dag toen ik ben aangetreden, officieel maandag. Er zijn inmiddels met 4 werkdagen 3 keer overleg geweest met de bankiersvereniging. En wat mij betreft zou ik willen zeggen dat het perspectief heel goed is. We kijken zorgvuldig naar het finaliseren, dat wil zeggen het formaliseren. En vooral ook erop toezien dat de gelden die beschikbaar zijn en die ook goed bestemd worden, dat die ook goed terechtkomen, zodat we ook niet weer terechtkomen in andere problemen. Met andere woorden, we zijn op de goede weg en ik heb het vermoeden dat we dit de komende week, want vandaag is er nog weer overleg hierover, dat we dat kunnen formaliseren en zelfs al kunnen beginnen met het afstorten van de bedragen die u bekend zijn in de pers. Kasreserve, dat is een regeling die getroffen wordt. En ook die regeling is er niet alleen maar omdat de centrale bank dat zo graag wil, maar die regeling is er ook om diezelfde consument, oftewel de rekeninghouders van de banken, ook te beschermen. En dat moet op een prudente wijze geschieden. Ik weet niet of u bedoelt op welke manier die kasreserve vervolgens door de centrale bank wordt beheerd. Nou, u weet al wat er gebeurd is in het verleden, maar kijkend naar de toekomst, daar zijn er nu hele degelijke afspraken over. En wat mij betreft kunnen we nu zeggen dat met die afspraken het veilig wordt, ik zal maar zeggen, wordt weggezet. Dus daar zal er geen enkel vraagstuk en probleem over meer zijn. Het gaat hier erom dat met de Fed, de relatie bestaat nog. Laten we daar alvast duidelijk over zijn. Het gaat hier om die kasonttrekkingen, die cash, ja, waarvan er een belangrijk deel intussen al is gerealiseerd. Dat is nu, en ik moet u zeggen, ik moet me goed oriënteren op de hantering van het goede begrip, of dat is opgeschort of is opgezegd, omdat we daar ook meedoende zijn. Maar de relatie bestaat nog. Baka a persconferentie die zie, u kisif taki nanga a voorzitter voor a bankiersvereniging. Dat na Ebeline Franchi. En meneer Franchi belegt uit soort voorlopige resultatenboek en faas dong na in die financiële sector. U tak chiso abra a koers. Want a koers he alade. En u tak abra mechanisme voor in ieder geval stabiliseer akkoord en heeft mogelijkheid de zakakkoord te zien. Maar hoe lukt? Nou kijk, hoe kan je hoe deel, maar morgen spelen de in een voor zakakkoord. Je hebt centrale bank, je hebt de bank, je hebt de cambio, maar je hebt de overheid toe. Samen moet je doen euro voor zakakkoord. En ik denk dat de overheid kan reduceren de uitgaven en evenwichtigheid kon dat je, dat in ieder geval een koers nog niet meer. Maar boom perspectief dat wel? Nou, we moeten roken. Een perspectief dat heeft alle speler en alle partij wat doe en bijdragen. De impact van de koers is merkbaar in de prijzen, maar ook de beschikbaarheid van dollars is beperkt. We hebben gesproken over maatregelen die genomen moeten worden. Het bedrijfsleven, de banken, de cambio's hebben hun zegje gedaan. We hebben gedragsregels met elkaar afgesproken om in ieder geval die koers niet verder op te drijven. Er zit een beetje lucht in,
Maar daar kunnen wij een bijdrage aan leveren door zeg maar, onze klanten ervan te overtuigen om niet voor elke prijs valuta op te kopen. Maar wij kunnen maar een beperkte bijdrage leveren. Er zijn meerdere spelers op de markt, zoals onder andere de overheid, die ervoor gaat moeten zorgen dat haar uitgavenpatroon veel beperkter zal worden. Is interventie nodig om de koers verder te beteugelen? Kijk, interventies zijn een tijdelijke maatregel. Evenwichtig fiscaal beleid zal een duurzamere oplossing zijn om die koers te beteugelen. Maar interventies hebben we gezien in 2004-2005, we hebben het nu weer gezien. Is maar een tijdelijk mechanisme. En als je niet erg ruim zit in je internationale reserves, dan zullen interventies niet het gewenste effect hebben wat je wilt. Dus concreet, nee. Ja, wat ziet u als evenwichtig fiscaal beleid? Sorry? Wat ziet u als evenwichtig fiscaal beleid? Evenwichtig fiscaal beleid is dat je niet meer uitgeeft dan je ontvangt als overheid. Waardoor ook niet te veel liquiditeiten op die markt komen. Dat is evenwichtig fiscaal beleid. En tenslotte zouden zaken zoals bijvoorbeeld benzine ook op de reële koers moeten worden geprijsd in vergelijking met wat het nu is. Als je centrale bankkoers hebt van 7,52 en een marktkoers dat fors hoger ligt. Directeur, ik heb een paar vragen. Zijn gedragscodes afgestemd? Wat zijn die gedragscodes precies? Kunt u misschien een paar opnoemen? Nou, gedragscodes als ze zijn dat we niet met z'n allen valuta aanschaffen tegen elke koers dat men aanbiedt. Dat we prioriteit geven aan de productiesector. Levensmiddelen en niet zeg maar aan iedereen die valuta wil hebben om te gaan sparen. En we begrijpen iedereen's behoefte, maar dat we op basis van prioriteiten gaan werken, dat is één. En twee is dat we onze klanten aangeven van luister, kijk, we kunnen ook niet tegen elke beschikbare koers of aangeboden koers of gevraagde koers de intermediair zijn. Maar dat we met z'n allen gewoon ervoor zorgen dat er wat rust op die markt komt. En dat we op basis van een prioriteitsstelling de middelen, de valutamiddelen ter beschikking stellen. Zijn de kasreserves van 100 miljoen van de commerciële banken al teruggestort? In ieder geval, vandaag zijn we begonnen met het ringfencen. Er is al een heel groot gedeelte, als ik het goed heb. Zijn we al ietsje meer op de helft. Dat op de bankrekening staat. Vanaf vanochtend hier om 8 uur hebben we het plan opgesteld om de rest van de middelen de komende week veilig te stellen. Zodra het helemaal veilig gesteld is, hebben we beloofd terug naar het publiek te komen om die mededeling te doen. En ik moet nu naar binnen om het contract af te ronden. Ook toe aan Dictoro voor DSB Bank. Om bij kiezen voor tak anga en om bij actie bepaalde vragen over de financiële sector en abegi antwoord tap sang abekangi. Heel veel onderhandeld, legal teams met elkaar gesproken, heel veel procedurele zaken, operationele zaken proberen in place te brengen. En vandaag gaan we even verder praten over hoe we het kunnen finaliseren. Het ziet er goed uit. Vraag me dat even na de meeting. Intussen heb ik begrepen dat er al een deal is gestort voor de Surinaamse bank. Een deel van de kasreserves. Is dat waar? Een deel van de kasreserves? Ja, van de 100 miljoen die was verdwenen. De centrale bank heeft al een stukje terugbetaald. Ja, klopt dat? Dat klopt. En hoeveel heeft de Surinaamse bank ontvangen? Als wij dat mogen weten, want het zijn gemeenschapgelden. Ja, nou ja, dus je zegt ook de Surinaamse bank. Er is inderdaad een deel al gestort. En dat deel gaan wij dus nu vervolgens verspreiden onder andere banken. Ik wil even niet ingaan op cijfers. Ik vind het niet zo belangrijk. Hoeveel is er gestort? Sorry? Hoeveel is er gestort?
Nee, wat ik net even aangeef. Ik wil even niet maar praten. Ik ben zelf tevreden als directeur van de Surinaamse Bank. Waarover? Over dat deel dat er gestort is. Nou, ik zou tevreden zijn als wij tot een overeenkomst gekomen zijn waar op een gegeven ogenblik het volk dus tevreden kan zijn en gerust kan zijn dat de gelden gewoon veilig zijn zoals ze horen. Kijk, het meicontract wat vorig jaar al getekend was, zou voldoende moeten zijn om iedereen op een gegeven ogenblik gewoon eerlijk te houden. Het meicontract was al heel duidelijk waarin wel en niet geïnvesteerd mocht worden. Het contract is zo goed als de mensen die de partijen zijn aan het contract. De straat.